What's up dames en heren, welkom bij weer een nieuwe video en gelukkig gaat het vandaag stukken beter met de hooikoorts. Dus kunnen we met een frisse blik weer naar de volgende race kijken. En dat gaat me mooi worden, want we gaan racen op Bahrein. De race die Max Verstappen natuurlijk eerder dit jaar had moeten winnen, had daar verreweg de betere auto ten opzichte van de Mercedes. Was te ongeduldig en moest helaas Lewis Hamilton aan zich voorbij laten gaan. Wij gaan vandaag proberen hoge ogen te gooien met Aston Martin Racing Team. En dat doen we uiteraard met Sebastian Vettel. Vandaar ook een beetje de Rebel outfit. Is natuurlijk een legendarische coureur geweest bij Rebel Racing. 4 keer achter elkaar een wereldkampioenschap gewonnen. En we gaan kijken of we kunnen winnen in een Aston Martin tijdens de nachtrace van Bahrein. Ik vind het toch altijd wel wat hebben hoor. Zo'n avondrace. Heeft toch een hele andere vibe. Zowel in Abu Dhabi als hier in Bahrein. Ik vind het cool. Het is een leuke afwisseling van de normale races. En ik moet zeggen, ik vind het best wel een leuk circuit om te rijden. Er zitten wat snelle bochten in. Er zitten hele technische bochten in. Hairpins natuurlijk. Genoeg overtake momenten hier. Dus ik heb er wel zin in. We zullen ons aan de tracklimits houden, maak je geen zorgen. Hè? Die 29 keer dat Lewis Hamilton het wel mocht. Ah, nee, geintje, dat laten we allemaal achter ons. En ik zag trouwens in de comments dat jullie mij verbeterden en dat jullie zeiden dat raytracing, zowel de raytraced shadows als de raytraced lighting, of reflections, dat die alleen in de replay zitten en in de cutscenes. Is mij niet zo verteld. Of het is volledig langs mij heen gegaan. Maar dat is misschien nog wel een goede om in ieder geval te onthouden. Dat zal op de PlayStation en de Xbox dan niet heel anders zijn. Even kijken vanaf welke plek we gaan starten. Stroll op P7. Hopelijk zitten wij er niet al te ver vandaan. Vettel op P11. Gaat wel erg lastig worden, willen we deze gaan winnen. Zullen we ook extra veel risico moeten nemen. Daar liggen over het algemeen nog wel wat verbeterpunten bij mij. We gaan zien of het gaat lukken. Hier staan we. Dan gaan we stormen naar voren samen met de McLaren's. Daar moest ik uitwijken om die McLaren niet te raken. Maar ik denk dat we een goede opmars hebben gemaakt. Het was iets te gretig. Dit moet ik niet proberen. Ik zei, we hebben veel plaatsen goed te maken, dus we moeten extra veel risico nemen, maar zoals Mando zou zeggen, this is not the way. Hier gelijk die overtake button gebruiken, dat is erg belangrijk. Anders komen we Fernando Alonso niet voorbij. Pakken we Lewis Hamilton! Ietsjes liften. En dan hebben we Perez in ons vizier. Ook niks aan de hand. Het gaat wel heel makkelijk. En hier zitten we in de slipstream van Verstappen. Zo, die Aston Martin heeft wel power in deze game hoor. Normaliter, in de andere auto's die ik tot nu toe heb geprobeerd, moet ik het elke keer afleggen op het rechtstuk. Dat is hier wel anders. We zijn doorgestoten naar P4. podiumplek, dan moet het toch wel in zitten. Maar ik heb het idee dat we de pace hebben om in ieder geval mogelijk ook nog te kunnen winnen. Zullen we wel snel langs Leclerc moeten. Daar is hier een mogelijkheid voor. Kijk, dan raken we uit de slipstream. Dan wordt het toch wel ietsjes lastiger, maar we hebben hem netjes. Voor ons rijden Sainz en Bottas. Ah, easy peasy man. Wat raar. Het lijkt toch wel een groot verschil in de AI te zitten vergeleken met andere tracks die ik heb gereden. Daar had ik het toch aanzienlijk moeilijker. Maar we zien nu al een klein verschil. Nu rijden ze iets bij me weg. Oh nee, te vroeg op het gas. Ja, ik had daar ook niet terug moeten schakelen naar 1. Dat was mijn eigen schuld. Ah, zonde. Ja, hier had zeker een overwinning in gezeten, maar die kan ik nu wel op mijn buik schrijven. Terugvallen naar P6. Ja, en dat krijg je dan, hè. Als je net in de te lage versnelling, iets te gretig op het gaspedaal en die auto wordt onbestuurbaar. We stappen met de DRS, dus daar gaan we niet dichterbij komen. Dat betekent dat wij hier zo'n DRS krijgen, als het goed is. Terug naar P5. Buitenom bij Perez. Heerlijk hoor. In DRS. Eindelijk kunnen we daar gebruik van maken. Kijk eens wat een verschil in power gelijk. Kijk, en hier ging dus vorige keer terug naar de 1. Dat bleek een gigantische vergissing. Maar we zijn weer op het podium. En om heel eerlijk te zijn, we hebben de top ook gewoon weer in zicht. We zaten gelukkig ook niet vast. Het scheelt natuurlijk als je eenmaal in het grind terechtkomt bijvoorbeeld. Volgens mij heb je dat niet op dit circuit. Nou, daar ben je gewoon gezien. Nou, Bottas. Let's go. We hebben 1 ronde. Nee, daar gaan we echt net te kort in schieten. Je ziet ook, deze Mercedes is dan wel weer sneller op het rechtstuk. Alles wat we hebben, er is nog 1 mogelijkheid. Vroeg mogelijk op het gas iedere keer. Er is 1 mogelijkheid. Maar dan moet hij perfect uitkomen. Hier kunnen we het zo gaan doen. Jazeker! Een DRS erbij en het drukt ons eraf. Smerige Bottas. Zag je dat? Die pushed me off the track. Ah, oh, lekker hoor. Echt, dit was ook echt de laatste kans geweest. Ik denk dat we deze run-up naar start-finish. Dat die net te kort was om hem nog in te halen. Maar daar hoeven we niet aan te denken. Want we gaan als eerste over de streep in de Aston Martin met Sebastian Vettel. Ah, heerlijk race hoor. Ik moet wel zeggen, dat moeten jullie ook wel zijn opgevallen. De AI op deze track is toch anders dan bij die andere races. Kan je gewoon instellen hoor. Maar ja, ik zag wel een groot verschil. Hoe dan ook, toch een spectaculaire race gebleken. Gestart van P11, doorgereden naar P1. 5 rondes hadden we ervoor. Wat ik al zei, dan moet je gewoon meer risico nemen dan dat je normaliter zou doen. Je hebt niet de tijd om geduldig te zijn en af te wachten. Nee, kansen moet je grijpen en dan word je soms net te gretig. Je zag het bocht 1, net te ver teruggeschakeld, te vroeg op het gas. En ja, je rijdt hem er zo af. En hier staat hij. Gaan we dit seizoen überhaupt nog een keertje zien? Sebastian Vettel op P1, het podium. Ik hoop het zo erg, jongen. Ik gun het hem zo hard. Ik gun het hem ook zo hard. Hoe hij bij Ferrari is behandeld. Niet heel erg netjes natuurlijk. Heeft het daar ook niet waargemaakt. Moeten we ook heel eerlijk in zijn hoor. En nou, iets wat van een lastige start bij Aston Martin. Lijkt hij toch wel beter in zijn veld te zitten. En begint hij nu ook meer en meer Stroll te verslaan. Dit was de avondrace in Bahrain, jongens. Gooi je dit nou een tof video? Vergeet dan niet het duimpje omhoog achter te laten. Daar help je de video enorm mee. Jullie gaan nog heel even naar de replay kijken. Ik ga er vandoor. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Later!